Dit is proef 24, de klasse L1. Jullie zien Tessa Ottenhof. Op haar pony Miss Blondie. Jury is E. Koopman. En Tess die gaat zo meteen beginnen. Die gaat zo nog eventjes vol te rijden. En dan gaat ze beginnen met AXC binnenkomen in arbeidsdraf. Ze krijgt hiervoor een 7. En dan mag ze C op de rechterhand. Bij AXC binnenkomen in arbeidsdraf. En staat er iets naast de AC-lijn. Nou, ik sta op de A. Dus dat kunnen we heel prima zien. Komt ze binnen. En dan gaat ze iets naast de AC-lijn. C, rechterhand, krijgt ze een 6,5 voor meer stelling. Daarna krijg je B, volte 12 tot 15 meter. Niet te veel stelling bij inzet. Beter verdelen staat hier. En ze krijgt er een 6 voor. Hier de volte 12 tot 15 meter. Daarna krijg je na deze volte A afwenden en dan gaan we wijken. Volte moet dus beter verdeeld worden. Krijgen we A afwenden en dan wijken. Daar krijgt ze een 8 voor. Er staat wel niet te veel stelling bij inzet. Oké. Nou, Blondie gaat netjes mee. MXK van hand veranderen. Enkele passen de draf verruimen. Dat wordt een 8. Daar staan verder geen opmerkingen bij. Kijken of ze netjes terugkomt ook. Nou, dat had wel iets eerder gemogen, denk ik. Daarna A afwenden, enkele paard lengtes minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen. Hier krijgt ze een 5 voor. Actieve ZW/VW, wie weet wat dat betekent, mag zeggen. En komt AH komt voor. Nou ja, ik geloof het allemaal, ik weet niet wat dat betekent. Hierna krijg je E volte 12 tot 15 meter. Daar krijgt ze een 6 voor, een G3. Niet te veel stelling bij inzet en beter verdelen. Tussen A en F overgang arbeidsstap krijgt ze een 7,5. Laatste pas meer toestaan, zegt ze. Het was een vrouwelijke jury. Krijgen we overgang, zo. En dan krijgen we laatste pas meer toestaan en dan FE van hand veranderen en de stap verruimen. 5,5 meer verschil. Ja, ik denk dat Tess te weinig terugneemt op het eind, want dit is wel duidelijk een verruimde stap. Alleen Blondie loopt meestal natuurlijk zo. Tussen E en H overgang arbeidsdraf krijgt ze een 5 voor, die mag actiever. Dan tussen C en M arbeidsglop rechts aanspringen krijgt ze een 7 voor en verder geen opmerkingen. Dan krijgen we daarna BEB grote volte, krijgt ze een 6 voor, weer beter verdelen. Gaan we dan wel af wat er precies beter verdeeld moet worden. Goed, dat zal. Op de volte tussen E en B enkele sprongen verruimen. Een 5, een scheef, een meer terug. Dat geloof ik gelijk. Dus F en A overgang arbeidsdraf. Een 5, vloeiender tegen de hand. Ja, ik zie het. KXM van hand veranderen. Daarbij het paard hals laten strekken. Een 4, veel meer uitnodigen. Ja, dat is wel echt nog een dingetje. Dat gaat nog niet goed genoeg. Tussen M en C teugels op maat. Dan krijgt ze een 6 voor. En dan krijgen we tussen C en H arbeidsglop links. Dat wordt een 7. En dan BEB grote volte, 6,5. Op de volte tussen B en E enkele sprongen verruimen. Een 5 komt niet terug bij E. Ja, dat is iets wat ze echt nog wel moeten. Kijk, dat is boom, boom, boom. Maar hier moet hij natuurlijk wat langzamer. Tussen E en K overgang arbeidsdraf, 5,5 uit te hoog tempo. En dan A afwenden, daarna arbeidsstap. 5 is erg scheef. Oh, er wordt nu naar mij gekeken. Dat is erg onhandig dat dat gedaan wordt. Tussen X en G halt houden en groeten. Iets scheef. Gangen krijgt ze een 7 voor. Impuls 6,5. Rechtgerichtheid, ontspannenheid in de aanleuning gaande paard 6,5. Harmonie 7. Houding en zit 6,5. Leuke combinatie. Middengalop en halstrekken verdienen nog aandacht. Nou, dat is zeker waar. Succes. In het totaal had ze 183 punten.